Oh, een hele goede morgen, meneer Eendje en meneer Kippie. Wat een mooie dag vandaag. Weten jullie wat voor dag het vandaag is? Vanavond is het letterlijk pakjesavond. De dag waar we zo lang op hebben gewacht. Op die leuke cadeautjes. En ik krijg zelf ook een cadeautje van Sinterklaas als het goed is. Tenminste, dat zei hij gisteren wel dat ik van stout naar braaf was gegaan. Omdat ik de laatste tijd zoveel goede dingen doe. En ik was niet de enige. Ook was het zo bij Alex en bij Dries. Ja, bij Dries. Die tourgids, die kennen jullie nog wel. Die oplichter. En diegene die me letterlijk gevangen had genomen samen met Daan. Ja, ook hij is braaf geweest volgens Sinterklaas. Ik weet niet of dat klopt, maar daar moet ik met Sinterklaas later maar een keertje over hebben. Welkom terug in mijn Minecraft survival wereld. Vandaag is een van de leukste dagen van het jaar en ik heb er echt super veel zin in. Want het is vanavond namelijk pakjesavond. En ik mag Sinterklaas hiermee gaan helpen. En ik krijg zelfs ook een cadeautje van Sinterklaas. En oh ja, ook ben ik trouwens heel erg benieuwd wat er op jullie verlanglijstje staat voor Sinterklaas. Laat het weten in de reacties hier beneden. Maar voordat we gaan beginnen aan dit avontuur, wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want we hebben bijna de 200.000 abonnees en jij kan me helpen om die droom te behalen. Dus klik erop hier beneden, het is tenslotte gratis. En laten we gaan voor de 7.000 duimpjes omhoog op deze video voor meer Minecraft survival. En over Alex gesproken trouwens, die ligt nog steeds op zolder in zijn bedje aan het uitzieken. Ik hoop dat hij pakjesavond wel gaat meemaken en dat hij ook Sinterklaas zou gaan helpen, zodat hij wat hij had beloofd letterlijk. Maar ja, meneer Eendje, hier heb je wat eten. Meneer Kippie, hier heb jij ook lekker wat eten. En ik hoop dat Alex meneer Slokkie wat eten geeft. Ik wil namelijk niet verkouden worden, dat kan niet. Want ik moet bij allemaal huisjes langs vanavond met pakjesavond. Oh, dat mag ik niet te hard zeggen trouwens. Oké, laten we naar buiten gaan. Eens even kijken, kunnen we ook wat spullen wegleggen? Ik heb zoveel spullen hier. Mijn pietenpak, die heb ik pas vanavond nodig. Dus die kan ik hier neerleggen. Tijdelijk even in dit kistje. En dit, en dit, en dit. Oké, dit is perfect. Laten we maar eens even bij de buurman gaan kijken. Eens even kijken wat hij allemaal uitspookt. Wat is dit trouwens allemaal? Ik hoop dat hij thuis is. Hallo? Luc, ben je thuis? Dennis, hey. Luc, heb jij nou een schilderij van meneer Slokkie? Misschien Dennis, maar ik heb mijn huis veranderd. Hoe kom je daaraan? Gewoon. Heb je die gekocht, Luc? Heb je stiekem een foto genomen van meneer Slokkie? Je mocht het ook gewoon vragen, hoor. Als je meneer Slokkie mist, dan mag je wel een keer vragen of je op hem kan passen. Maar mag dat? Tuurlijk mag dat. Jij mag dat altijd. Maar wat heb je met je huisje gedaan? Ik vond het wel mooi als het een keer iets anders zou zijn. Het aquarium lekt nog steeds wel een beetje water, zie ik. Er druipt daar de hele tijd een beetje water uit het dak. Dan moeten we nog een keer wat aan doen. Maar je hebt gewoon letterlijk een open haard hier. Ja, klopt. Lekker warm trouwens. En een hele mooie klok. En je bedje natuurlijk groen. Wat is dat toch met groen? Is dat je nieuwe favoriete kleur, Luc? Ja, ik denk het wel. Dan is het misschien een keertje tijd dat je ook groene kleding gaat kopen. Ik bedoel, ik zie je altijd maar met groen in je huis. Misschien dan toch een keer groene kleding. Maar dat kan later altijd. Wow, het ziet er wel leuk uit. Luc, weet jij wat voor dag het vandaag is? Nee. Hoe bedoel je nee? Wat voor datum is het vandaag, Luc? Je bent jarig. Luc, we zijn toch vrienden? Natuurlijk ben ik niet jarig vandaag. Dat duurt nog wel een tijdje. Wat voor dag is het vandaag? Wat hebben we allemaal gehaald? Laatst. Samen met Alex, Lotte, jij en ik. Onze Pieten. Pieten? Onze Pieten-diploma. Vind je het niet leuk of zo? Het is vanavond pakjesavond, Luc. Pakjesavond? Ja, alleen ik weet niet hoe ik precies moet helpen en waar we moeten verzamelen en dat soort dingetjes. Of heeft Sinterklaas jou niet gevraagd? Komt wel eens goed, Luc. Ik ga er even vandoor, ja? Oké, doei Dennis. Oké, doei Luc. Mooi huisje trouwens. Ik doe de deur dicht. Zo, eens even langs de buurvrouw. Sinterklaas heeft hem niet gevraagd voor pakjesavond en mij wel. En Lotte, ik weet het niet. Ik moet het aan Lotte vragen. Eens even kijken. Hallo buurvrouw, goedemorgen. Hey, hoi Dennis. Hoi Lotte. Weet je wat voor dag het vandaag is? Ik ben zo erg enthousiast. Jij weet het toch wel? Ja, tuurlijk. Het is dinsdag. Ja, en wat is er? Nee, Lotte, het is geen dinsdag. Jawel, het is dinsdag, Dennis. Nee, Lotte, het is vandaag zaterdag. Zaterdag? En het is bijna zondag. Huh? Oké, dan loopt mijn kalender denk ik achter. Nou ja, het is zaterdag dan. Lotte, het is pakjesavond. Oh? Ah, wow. Oh ja, inderdaad. Oh, ik ben er helemaal niet.
helemaal niet voorbereid. Oh nee, oh nee, ik moet echt opschieten met dingen kopen en dingen naar huis halen. En lekker snoepjes en zo voor... Oh, dat is in de glaas langs. Wat, heb jij je schoen wel gezet? En dat soort dingetjes. Ja, ik heb er 3 gezet, Dennis. Heb je voor Maui de eentje gezet? Oh, ja, voor Maui natuurlijk. Klopt, inderdaad. Maar Maui heeft geen voeten. We doen alsof oké. Het is niet zo dat je dan meer cadeautjes krijgt, hè. Want Sinterklaas weet echt wel dat je daar in je eentje woont. Nou ja, met Maui, maar... Voor de rest is het gewoon in je eentje eigenlijk. Ik kon het altijd proberen, denk ik. Ja, ik weet niet hoe Sinterklaas ermee omgaat, maar ik... Nee. Ik moest zeker helpen. Heb jij ook een briefje gekregen om te helpen? Nee. Oh. Een briefje? Ja, dat je mocht helpen met pakjesavond. Die heb je dus niet gekregen. Luc, ook al niet. Dat betekent dat jij waarschijnlijk niet kan helpen dan vanavond. Maar daar heb ik zo hard voor gewerkt. Ja, je Pieter niet. Misschien een ander keertje, Lotte. Ik weet het niet wat Sinterklaas wilde. Oh, ik denk dat ik het wel weet. Misschien moet jij later helpen. Omdat natuurlijk Nederland en België zo groot. En er zijn zoveel belanglijstjes. Ja, ik denk dat het is. Maar ik ga er vandoor, Lotte. Oké, is goed. Doei, Dennis. Spreek je later wel weer. Doei, doei. Ik moet het grote nieuws stellen. Au, au. Mijn hoofd. Hoe bedoel je je hoofd? Je loopt tegen mij aan. Nee, dit lantaarntje hier. Ik weet niet. Oh. Nou, Dennis, ik moet je het grote nieuws stellen. Je weet wat vandaag is. Het is, het is december en pakjesavond. Zeker pakjesavond. En, Laten we trouwens even deze kant op gaan, want de buurvrouw die... Oh, ze heeft wel leuke vissen. Zullen we misschien even een visje meenemen? Nee, Sinterklaas heeft het paard al. Vertel, wat is er? Nou, er moeten dus nog heel veel voorbereidingen gedaan worden met de pakjes en de pepernoten. Daar zijn we nu al mee bezig, maar er moet nog een grote voorbereiding gedaan worden voor jou. Want je bent natuurlijk nog nooit in een schoorsteen geweest. Alleen maar in een grot daar. Of zoiets, iets heel raars. Ik weet ook niet wat dat was. Ja. Maar Sinterklaas moet jou eerst even spreken. En daarna moeten we even nog een soort van schoorstenen training gaan doen. Dan doen we dat. Heb jij een bootje bij je of staat daar een bootje? Ik hoop dat daar een bootje staat, want ik heb geen bootje. Ik hoop ook dat daar een bootje staat. Ik weet het allemaal niet, oké? Even kijken. Hier niet. Nee, hier staat geen bootje. Staat hier nergens een bootje? Er staat geen bootje. Misschien aan de andere kant van de stad, want ik kan echt niet zwemmen. Dat is een probleem. Ik hoop dat Sinterklaas dat waardeert. Er leven natuurlijk geen mensen onder water, dus daar hoeven geen pakjes bezorgd te worden. Wacht eens even. Kan je ook niet zwemmen? Ik wel. Ik kan wel zwemmen, ja. Oh, maar dan kun jij toch even zwemmen om een bootje op te halen? Volg mij. We gaan gewoon kijken of dat hier ergens een bootje staat. Okay. Zien we die kleine haven hier nog? Nee. Eentjes, Piet. Die stoomboot mogen we absoluut niet meenemen. Ja, we moeten iets toch, of niet? Ja, er moet toch ergens hier een klein bootje zijn? Nee. Is hier geen klein bootje? Oh, ik zie een bootje. Oh, daar. Oh, maar hij is wel aan de andere kant. Ja. Yeah. Wacht eens even. Zie je dat daar? Wat? Ik kan niet zwemmen. Jij zit nu toch al in het water. Pak jij het bootje snel. Oké, kan je naar deze kant zwemmen? Varen, want ik kan niet zwemmen natuurlijk. Even kijken. Dan ben je dat? Zo. Ja, dat is je verdiende loon. Weet je nog? Van in die grot, die gevangenis. Welke grot? Dries, dat is je naam. Noem me gewoon eentje, Piet, oké? Hoezo? Je blijft voor altijd Dries, de tourgids. Niet, het is gewoon eentje, Piet, voor jou. Nou ja, het is dat Sinterklaas zegt dat je braaf bent geweest dit jaar. Hij moest eens... Nou ja, hij weet eigenlijk alles. Ik kan niet zeggen, want ik zei dat je me in een gevangenis had gezet. Dat je in een gevangenis zat. En toen zei hij... Ja, maar jij zat ook in de gevangenis. Dus ja, toen liep je snel weg, hè? Dan snel weglopen, ja. Nee, hoe bedoel je snel weglopen? Ja, je liep snel weg met Lotte. Je zei, Lotte, kom maar mee. Ja, maar... Hallo, ik ben braver geweest dit jaar dan jij, hoor. Ik heb niemand wat kwaad gedaan. Ik heb misschien een bankoverval gedaan en dat soort dingetjes. Maar voor de rest helemaal niks. Maar een bankoverval. Oh, ja, hallo, jij... Schaam je, Dennis. Weet je wat? Laten we het hierover ophouden, oké? Oké, ik ga maar gewoon met Sinterklaas praten. En als je klaar bent, kom maar dan naar mij toe. Ik sta buiten op je te wachten. Eens even kijken. Sta je hier te wachten, is goed. Eens even kijken. Sinterklaas. Hallo Sinterklaas. Hallo Pietje. Eens even kijken. Stille Piet was het toch? Ja, dat klopt. Sinterklaas, u moest mij spreken, had ik gehoord van Eentjes Piet. Ja, dat klopt helemaal. Kom met me mee. Hier, even naar mijn kantoor, hè. Ja, is goed. Eens even kijken. Wees welkom. Deurtje dicht, altijd.
anders wordt het koud. Ho, waar is het boek heen? Het boek? Heb jij die toevallig het boek? Ik heb het boek niet, Sinterklaas. Die had u toch? Dat is uw boek. Even zien hoor. Even zien. Even kijken. Misschien ligt hij wel achter de stoel. Sinterklaas, u moet een beetje rustig met het boek omgaan. Daar staat alles in. Hier is het boek al. Oh, je hebt hem gevonden. Kijk eens aan. Ja. Even kijken. Mag ik daar ook in kijken of mag dat nog steeds niet? Nee, dat mag nog steeds niet. Nee, joh. Oké, okay, nou, wat is het dan zo dringend dat ik naar de... Naar uw huis moest komen? Wat wil u mij vertellen, meneer? Want pakjesavond is pas vanavond natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar vanavond moet jij wel voorbereid zijn op de schoorstenen en zo, hè? Oh, de schoorsteen. Ja, daar had eentje Piet het net over, inderdaad. Wat is daarmee? Jij moet gaan helpen, hè? Jij moet die pakketjes gaan rondbrengen, hè? Ja, dat klopt. Ja, Ik moet pakketjes door de schoorstenen doen, dat klopt. De cadeautjes. Ja, maar ik ga je dan een opdracht geven. Want ja, je moet natuurlijk wel voorbereid zijn voor de schoorstenen vanavond. Dus ik zou zeggen, ga even met de... Zo meteen met een Piet mee en die gaat ervoor zorgen dat jij de schoorstenen goed in elkaar hebt, zeg maar. Ik snap het! Ik moet dus naar de stad toe met eentje Piet en dan moeten wij alle schoorstenen gaan bekijken. Of het wel veilig genoeg is en dat soort dingetjes, dat we vanavond daar de cadeautjes doorheen kunnen brengen, zeg maar. Oké, nee, dat is duidelijk. Dus een soort van schoorstenen training dat ook nog is. Ja, een soort van zulke... Ja, precies. Ja, maar ik moet je nog wel meegeven trouwens. Oh, je moet mij wat meegeven. Ja. Eens even kijken. Dit en dit. Oké, top. Dank u wel, Sinterklaas. Dan zie ik u straks weer. Eens even kijken. Doei. Doei. Eens even kijken hoor. Hoi Hoofdpiet. Oké, laten we deze kant op gaan. Eens even kijken. Eentje Piet, wakker worden, hallo! Ja, jezus, waarom maak je me weer zo hard wakker elke keer? Hoezo lig je hier te slapen? Als Sinterklaas dat hoort dat gebeurt voor pakjesavond, is die echt niet blij. Eentje Piet. Kan gebeuren, oké. Ik heb slecht geslapen, ik heb hard gewerkt. Oké, luister, ik moest van Sinterklaas een soort van schoorstenentraining volgen en we moesten naar Bloemdam zo meteen om de schoorstenen te bekijken. Alleen, ik moest dat volgens mij in mijn eentje doen, omdat jij mocht niet opvallen. Dat is waar, omdat ik natuurlijk een Piet ben, hè? Ja, je hebt een Pietenpak aan. Dan denkt iedereen dat ze nu al een cadeautje krijgen. Eens even kijken. Welkom bij, bij de schoorsteentraining. Laten we als eerst beginnen met dit. Het is gewoon een kleine training. Is niet Oké, je klimt hier de ladder op. Okay, dit is daar de bovenkant van de schoorsteen. Zo. Dus je moet naar beneden springen dan. Even kijken hoe dat gaat. Oké, ik moet nu de schoorsteen in. Ja, spring maar. Oké, dat ging wel prima, toch? Ja, alleen de schoorstenen in huizen zijn meestal 3 keer of 2 keer zo lang. Ik weet niet of dat... Dat moet dus geen probleem zijn, denk ik. Ik ben best wel flexibel. Oké, en wat je hier moet doen, is je kruipt hier zeg maar doorheen. Zoals dan moet je niet wat dit is. Dat is denk ik wat slijm, dat je zo blijft hangen. Slijm? Zo. Wat? Ja. Eentje, Piet, wat dacht je dan dat alle schoorstenen even schoon waren? Nee, maar dit is een proef schoorsteen. Dat moet toch wel schoon zijn? Kom op. Nee, tuurlijk niet. Je moet er toch aan wennen dat je vies kan worden. Oh wel. Nou, dit was een kleine training. Ik zie dat je op zich wel... Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Oké, laten we teruggaan weer naar Amsterdam dan. Ja, laten we maar naar de stad gaan. Oké, we zijn er. En dan moeten we hier... Wat moeten we doen? De schoorstenen. Waar zijn schoorstenen? Ja, op het dak natuurlijk, eentje Piet. Hoe moeten we op het dak komen? Klimmen. Dat heb ik geleerd zeker. Toen. Heb je dit geleerd? Oké. Eentje probeer maar. Is het handig als jij daar een beetje achteraan blijft, zodat ze jou niet zien? Anders denken ze dat ze nu al een cadeautje krijgen. Ik blijf wel een beetje... Ik ga wel kijken hoe jij klimt. En dan hier omhoog. Ik heb het geleerd de vorige keer, dus ik ben super snel in. Eens even kijken. Zo, en dan hierop, hierop, en dan hierop. Kijk eens aan, ik ben er! Oké, goed gedaan. Ik ga nu de schoorstenen maar even bekijken. Ik moet hier even blijven zitten. Ja, is goed. Dus even kijken. Deze... Moeten we deze kant op? En dan hier omhoog klimmen. Ik kom hier. Daarom heb ik dit van Sinterklaas gekregen. Dus even kijken. Zo. En dan hier is nummer 1. Oké, dat ziet er goed uit. Oké, laten we hier naar beneden gaan. Dat is veilig genoeg, denk ik. Oké, dan moeten we naar het andere dak hier. Kijk eens aan. Oké, dan waar is nummer 2? Ik zie hier het oude huis van Ale. Dat is nummer 2. En Lotte woont hier beneden. Hier zit ook een bordje. Nummer 3. Oké, dan moeten we hier omhoog. Kunnen we dan nog terug? Oké, nummer 4. Dat is de schoorsteen van Luc. En nummer 5 zit hier. Dat moet allemaal veilig zijn. Oké, kan ik hier ook weer eraf? Ik zie hier... Kijk, zo. Dan gaan we hier naar beneden. Dat was niet zo handig. Oké, het ziet er allemaal goed uit. Oké, snel weg hier. Deze kant op. Eentje Piet, ik heb alle schoorstenen bekeken hoor. Eentje Piet.
Eentjespiet, Eentjespiet, hallo! Oh, auw! Eentjespiet, we moeten naar Sinterklaas. Alles ziet er goed uit. Ziet alles er goed uit? Alles ziet er goed uit. Laten we naar Sinterklaas gaan. Dennis, wacht. Nou, we moeten even hier schuilen. Ik heb hier namelijk een boekje. En dit boekje... Kijk, we hebben alle cadeautjes daar staan. En alle cadeautjes moeten natuurlijk geleverd worden. En we moeten wel het goede cadeautje daar leveren. Ja. Ik heb hier een boekje. Daar staat alles in. Als je deze goed en gewoon zonder fouten kan klaren... Dat is 5. Blauw cadeau nummer 2. Roze cadeau. Wit cadeau. Moet ik naar het pakjeshuis? Je moet eerst naar het pakjeshuis, ja. Dan pak je alle cadeaus. En dan moet je weer terug naar deze huis. Naar Bloemdam, dus je eigen stad. Nee, en dan moet je daar nee. Dat is pas vanavond. Dat is ook vanavond. Maar geef je nu alvast een boek. Volgens mij naar het pakjeshuis al deze cadeautjes verzamelen. Dan naar Sinterklaas. En dan moeten we wachten totdat het avond is, natuurlijk. Ja, natuurlijk avond. Okay, dat denk jij. Maar ik geef je nu alvast. Deze kant op. Eens even kijken. Waar was dat ook? Oh ja, ik weet het alweer. Oh, dat gaat even duren met varen, hoor. Oké, we zijn er eindelijk. Eens even kijken. Dit is dus het pakjeshuis. Moeten we hier naar binnen. Oké, er staat hierop. De cadeautjes voor Bloemdam, dus voor alle inwoners van Bloemdam. Stallage 5 is een lichtblauw cadeau. En dat is voor nummer 2. Oké, stallage 5. Staan borden. Stallage 3, stallage 4, stallage 5. Oké, lichtblauw. Dat moet hier dan waarschijnlijk... Ja, hieronder. Eens even kijken. Moet toch hier ergens in... Oh, ik heb hem! Stallage 5, het lichtblauwe cadeau. Die heb ik gevonden. Eens even kijken. De volgende is stallage 2. En dan moeten we roze vinden. Stallage 2 is roze. Waar is dat helemaal? Waar kan 2 zijn? Is 2 hier aan deze kant? Hier, ik heb hem. Ja, hier. Stallage 1, stallage 2. Oké, en dan even kijken. Dan moet het hier ergens in liggen, als het goed is. Ja, gevonden. Kijk eens aan. En dan stallage 3 en stallage 1. Stallage 1 was hier. En dan moeten we een rood cadeautje. Die heb ik ook. Stallage 3 was hier, volgens mij. Stallage 3 en stallage 6 moeten we. Stallage 3, een wit cadeau. Een wit cadeau. Eens even kijken. Stallage 3. Het is hier. Een wit cadeau. Dat klopt. Die heb ik. En als laatste. Stallage 6. Lichtgroen cadeau. Dit is 5. Of 4. Dit is 5. Dan moet 6 hierachter zijn, denk ik. Kunnen we daar komen überhaupt? Of Ik zal... Ja, hier. Waar is dat? Stallage 6? Hier. Eens even kijken. Oh, stallage 6. En dan lichtgroen, zei ik, hè? Ja, dat is deze. Perfect. Dan kunnen we weer naar Sinterklaas. Oh, dit doen we supergoed. Eentjespiet. Oké, dit was met rondvaartje wel. Jeetje, dat reis is echt super lang van het pakjeshuis naar dit huis van Sinterklaas. Het moet goed verstopt zijn, hè? Het moet goed verstopt zijn, anders... Ja, dat is waar. Oké, eens even kijken. Laten we naar binnen gaan, Eentjespiet. Deze kant op. Is goed, ik ga wel mee. Eens even kijken. Deur netjes dicht doen. En dan moeten we naar Sinterklaas. Die zit waarschijnlijk nog op zijn kantoor. Sinterklaas? Hallo? Hallo, Sinterklaas? Ik heb alles gedaan. De schoorstenen in Bloemdam zijn helemaal veilig en helemaal goed. Daar kunnen we zeker doorheen. Daarnaast heb ik alle cadeautjes verzameld uit het pakjeshuis. Allemaal. Dus alle cadeautjes die naar Bloemdam moeten, die heb ik allemaal bij me. Een lichtblauwe, een roze, een rode, een witte en een lichtgroene. Dat klinkt helemaal goed. Alleen... Ik was zo net even aan het slapen, joh. Sinterklaas, het is denk ik niet slim als ik gezien word met al deze cadeautjes. En omdat ik al zo vaak bij u ben geweest. Maar ik heb geen pietenpakje bij me, bedenk ik me net. Ja, net zou ik je net vertellen. Jij krijgt een officieel pietenpakje mee. Hoe bedoel je een officieel pietenpakje? Nou, kijk eens naast je. Krijg ik ook zo'n pakje? Ja, zeker. Ja, die wil ik. Ja, die ga ik je meegeven. Hoe dan? Moet je maar meekomen, kom. Eens even kijken. Kom, moet je meekomen. Naar de kledingkast, hè. Naar de kledingkast. Moet je niet overtellen. Oké. Maar hij heeft het net gehoord. Eentjespiet heeft het net gehoord. Ja, het komt allemaal goed, Sinterklaas. Bij mij is het veilig. Oké, eens even kijken. Waar moeten we heen? Ja, hier. Oh, nou, ligt het in uw kledingkast? Ja, we zien even, ik sta... Ja. Nee, een moment hoor. Kunnen jullie dan even weggaan dat ik me kan omkleden? Kom, Sinterklaas. Ja. Oh, eens even kijken. Gelukkig is dat maar letterlijk 2 keer in mijn vingers knippen voor jullie. Wow, kijk dit pietenpak dan. Dit is echt geweldig. Ik ben helemaal de gele Piet, zoals Sinterklaas en de Pieten me noemden. Er wordt geklopt op de deur. Het is een lange avond. We moeten al lang beginnen. Kom. Ik kom eraan. Was het zo lang? Oh, jeetje. Ja, het duurde echt heel lang, okay, ja. Oké, laten we dan gaan. Moeten we meteen naar Bloemdam, Sinterklaas? We moeten meteen naar Bloemdam, Piet en Eentjespiet. Ja. Oké, eens even kijken. Ja, we hebben haast. Sinterklaas,
U weet wel dat we met de boot moeten, hè? Dus u kunt niet met zo snel helaas naar deze stad. Snel. Oké, rustig, ik kom al. Eens even kijken, een snel broodje onderweg. Ik heb nog helemaal niet avond gegeten. Oké, we kunnen gaan. Oké, cool, snel die bootjes in en snel naar Bloemdam. Hup. Oké, laten we die kant op gaan. Eens even kijken. Sinterklaas, gaat u maar in dat bootje, hoor. Op deze. Ja, laten we deze kant op gaan. Hoofdpiet. Oké, op naar Bloemdam. Oké, we moeten snel zijn. Je moet wel stil zijn, oké? Want de mensen kunnen... Iedereen slaapt, denk ik, hier in Bloemdam. Kom. Een beetje zachtjes. Moeten de daak opklimmen. We moeten de daak op. Ga jij maar voor, Dennis. Oké, kom op. Zo, hier erop en dan hier omhoog. Gaat Sinterklaas het ook klimmen, letterlijk? Ja, hij moet wel, hè? Ja, dat is waar. Hij moet ook op de daken staan. Oké, ik ben er. Oké, kom op. Sinterklaas, schiet op. Eén voor één. Hoofdpiet, help Sinterklaas een beetje omhoog. Lukt het op Sinterklaas? Hier, pak mijn hand. Dit moet goed komen, toch? Ja, dit moet wel goed komen. Jongens, niet te veel geluid maken. Kom, Sinterklaas, kom. We willen dat niemand wakker wordt. Het is al zoveel jaren is het goed gegaan, hè, dat er niemand is wakker geworden. Dat moeten we zo houden. Ja, dat is echt niet normaal. Oké, even kijken. Dit was de eerste schoorsteen, Sinterklaas, wat ik had gevonden. Dit was nummer 1. Ja, goed zo. Doe maar. We kijken wel hoe je het doet. Sinterklaas, u klinkt een beetje uitgeput. Gaat het? Ja, Sinterklaas, kom maar even op adem. U hoeft niks te doen. Ik laat het aan jullie over, denk ik. Ik ga lekker naar beneden. Dit is jouw taak, oké? Dit is jouw moment nu. Eentje, Piet, wil je niet voor de eerste schoorsteen even met me mee? En dat ik daarna de rest doe. Als hoofdpiet dan bij Sinterklaas blijf, want het is best wel hard hier op het dak. Oké, eens even kijken. Ik had deze dingetjes gekregen. Dan moeten we hier naar boven. Oké, kom je met mij mee, Eentje, Piet? Ja, ik kom met jou mee. Oké, rustig. We moeten hier langzaam naar beneden. Oh, wacht. Ik moet even in het boekje kijken. Dit is nummer 1. Dat heb ik al lang geleden niet meer gedaan. Moment hoor. Nummer 1 is het rode cadeautje. Het rode cadeautje, die heb ik hier bij me. Oké, ga jij eerst? Of... Ja, ik ga eerst. Oké. Aan de kant. Dat kan ik ook. Oké, kom maar. Au. Pas op, er ligt hier een kindje te slapen. Oké, wacht. Worteltje voor zo snel. Pas op, er ligt daar een lijstje. Even aan de kant. Dan pak ik het lijstje. Zo. Ik zou haar schoen misschien gezet. Dan kan ik hem daarin doen. Dan kan hij hem geven aan. Ik zet het cadeautje hier neer. Oké. Eentje, Spieter, we moeten gaan. Pas op, voetstappen. Oh, ja. Daar wordt ze nog wakker. Rustig. Tier, zo snel mogelijk weg moeten naar het andere huis. Pas op met je voetstappen. Zo goed dadelijk. Rustig. Oké, deze kant op. Deurtje dicht. Lekker, dat was het eerste huis. Dit ging goed. Oké, stil. Het tweede huis. Ik moet het dak weer op. Ja, we moeten constant het dak weer op. Oh, wat een vermoeiend. Oké, ik doe de rest wel, oké? Dat komt goed, komt goed. Oké. Ik volg je wel, dus ik kan kijken hoe je het doet. Ja, is helemaal goed. Oké, zo, hier het dak weer op. Oh, het eerste pakketje, het ging supergoed. Het ging goed, Hoofdpiet. Sinterklaas, het eerste pakketje ligt in de schoorsteen. Bij de schoorsteen. Hier, ik heb een briefje voor u, alstublieft. Oké, eens even kijken. Dan moeten we van dit dok naar het volgende dok. En nummer 2, eens even kijken. Nummer 2. Wat is met dit huis gebeurd? Een lichtblauw cadeautje. Ja, dat was toen kapot gegaan naar een gigantische explosie. Explosie? Kijk, zie dat hier niemand thuis is? Laat ik hem hier maar gewoon neerzetten. En nummer 3. Wees al zachtjes. Even kijken. Nummer 3. En die had een roze cadeautje. Dat is bij Lotte natuurlijk. Lotte? Hoe gaan we dat doen? Gaan we dan met een laddertje zo naar beneden? Ik weet het niet. Even kijken hoor. Ik plaats wat ladders. Ik denk dat we dan via de ladders kunnen. Oké, laddertje naar beneden. Ik ga hier naar beneden langzaam, ja? Ik volg jou. Pas op. Okay. Heel zachtjes doen, oké? Ik hoor iemand slapen. Ik ben er. Het raam staat open. Ik ga via het raam, oké? Eentje, Piet. Doe je ding. Lotte ligt te slapen. Maui. Ze droomt over Maui. Zo, het cadeautje daar. Oké, dan moet ik hier weer naar boven. Eentje, Piet, kom maar aan. Kan je even naar hand? Een cadeautje. Oké, we moeten naar binnen. Naar het volgende dak. Ik hoop dat niemand dit hoort. Lotte werd letterlijk wakker gewoon. Hier naar boven. Dennis, ben je helemaal gek geworden in je hoofd? Ik hoorde dat wel. Jij gaf me geen handje. Maakt niet uit. We moeten alles bezorgen, oké? Voordat het licht wordt, eens even kijken. Door naar de volgende schoorsteen. Wat was het nummer ook alweer? Nummer 4. Lichtgroen cadeautje. Eens even kijken, die heb ik. En dan moet ik hier doorheen. Oké, daar gaan we. Pas op. Jij kan dit. Kijk, pak een lichtje erbij. Eens even kijken hoor. Oh, dit is voor Luc. Een appeltje voor Sinterklaas. Zo, het cadeautje zet ik daar neer. Het is alweer een appeltje voor... Is dat appeltje voor... Oh, zo snel. Kijk, hij blijft slapen. Hij slaapt echt. Stil, weg hier. Is goed op. Dit gaat perfect. Nog maar één huisje. Ik heb één cadeautje. Het witte cadeautje moet bij de bakker natuurlijk. En ik weet dat hier een route was. Oké, dan kunnen we hier naar boven. Dit is perfect. Oké, hier naar boven. Oké. Alles gelukt. Nog één huisje. Ik moet bij dit schoorsteentje komen. Jij kan dit. Eens even kijken.
plaats een ladder of zo. Ja. Oké, kom op. Even een broodje eten. Dit is de laatste, hè? Dit is de laatste. Ja, dit is de laatste. Je kan dit. Ik ben er. Wat is dit? Verlanglijstje. Weer een appeltje. Eens even kijken, hoor. Oh, ik heb een broodje laten vallen. Niet! Ben jij een echte Piet? Hallo! Wie ben jij? Hoezo ben jij wakker? Huis? Ik kwam... Ja, ik ben verdwaald. Waarom ben jij wakker? Ja, je eet zo hard. Oké, heb je dat gehoord? Ja, daarom werd ik wakker. Oké, ik kom hier namens Sinterklaas. Heb ik een cadeautje? Ja, hier heb je een cadeautje. Dankjewel. Ik moet er vandoor, oké? Oké. Dankjewel. Doei. Doei. Dit mag je tegen niemand vertellen, oké? Tegen niemand. Hoezo niet? Tegen niemand. Kijk, naar beneden. Oh nee. Kijk, snel de deur uit. Dennis. Eetjes Piet, er was gewoon iemand wakker. Wat? Het is al zoveel jaren goed gegaan. Er was een kindje wakker. Ik weet het niet. Ik ga naar huis, oké? Eentje Piet zegt tegen Sinterklaas dat alles is gelukt. Het is niet allemaal gelukt, oké? Het is gewoon een kindje wakker geworden. Ze heeft het cadeautje, dat is het belangrijkste. Vertel het tegen Sinterklaas, ik ga naar bed. Oké, doei. Ik ga even boeten. Nee. Pakjesavond is gewoon gelukt. Ik tril helemaal. Oké, snel mijn bedje in. Oh, meneer Eentje, pakjesavond is gewoon goed gegaan. Op dat ene kindje na dan maar. Ik tril helemaal. Slaap lekker.